Bloedbank Sanquin is op zoek naar nieuwe donoren. Met name ziekenhuizen hebben nu veel bloed nodig. Zij zijn begonnen met een inhaalslag nu de reguliere zorg weer doorgaat. Sanquin doet dan ook een oproep om ook in de vakantieperiode te doneren. Bij ons Marloes Metaal van de Bloedbank. Goedemorgen, Marloes. Goedemorgen. Ja, hoe hoog is de nood? Nou ja, we zien gewoon altijd dat in vakantieperiodes de opkomst van de donors wat naar beneden gaat. Dus mensen die krijgen een oproep, maar die laten hem liggen of die vergeten hem. En tegelijkertijd zien we nu dat de ziekenhuizen eigenlijk aan een inhaalslag begonnen zijn. Dus best wel veel bloed bestellen. Dat zorgt ervoor dat, dat de voorraad die we kunnen hanteren, die liep al terug. En daarom roepen we eigenlijk iedereen op. Heb je nou die oproep gekregen? Denk er dan nog even aan voor je vakantie gaat of eventueel ook op vakantie. Kom nog eventjes doneren. Ja, op vakantie zeg je, maar ik geef zelf ook geregeld bloed bij Sanquin. En dan staat erop, u moet daar en daar in uw eigen woonplaats kunt u bloed komen geven. Nou ja, de meeste donors zijn gekoppeld aan een bepaalde locatie. Vaak waar ze wonen of soms waar ze werken. Maar je mag met een oproepkaart bloed geven in elke locatie van Sanquin in Nederland. Ja, maar die ken je dan toch niet? Als stel ik ga op vakantie naar de Veluwe. Dat ken ik niet en dan weet ik ook niet wanneer die bus er staat. Nee, het is soms een bus, maar het zijn ook heel vaak vaste locaties. Die hebben ruimere openingstijden. Op sanquin.nl/locaties kun je op elke plek zoeken of per provincie zoeken. En dan zie je alle openingstijden. En stel nou dat je bijvoorbeeld op vakantie bent in Flevoland. Dan kun je in Almere, Dronten, Emmeloord, Urk en Lelystad terecht. Hoe lang is bloed eigenlijk houdbaar? Ja, het bloed wordt gescheiden in een aantal componenten. Plasma en rode bloedcellen en bloedplaatjes. Bloedplaatjes zijn maar 8 dagen houdbaar en rode cellen maar 30 dagen. Dus het is niet zo dat we in de rustige maanden voor de zomer dat we dan een voorraad kunnen opbouwen. Want het is gewoon maar beperkt nodig. Dus ook in de zomer zijn we afhankelijk van mensen die toch, ondanks vakanties en allerlei gezelligheid, er even aan denken om te komen doneren. Ja, is er nog een probleem, Marloes? Want er is een vaccinatiecampagne gaande. En toen ik mijn oproepkaart kreeg, toen stond er ook nadrukkelijk bij hoe lang is het geleden dat u uw eerste of tweede prik hebt gehad. En die tijd was nog te kort. Ik mocht niet eens. 7 dagen is het. Dus op zich is dat te overzien. Maar mag 7 dagen na een vaccinatie niet doneren. En zo'n oproepkaart is 2 weken geldig. Mocht het nou net niet uitkomen, dan kun je ook na 2,5 week nog wel langskomen. Ja. Maar ja, toen was die bus alweer weg. Dan had ik weer naar een vaste locatie moeten zoeken. Ja, dat is met de mallocaties wel net sorry. Ik heb er niet aan gedacht, Marloes. Sorry. Dan had je 0,5 liter meer gehad. Dus, jouw advies is dus, ga je op vakantie, zoek dan daar naar een locatie. Ben je in Flevoland op vakantie, dan kun je in Almere terecht. In Almere of in Lelystad. Er zijn verschillende locaties in Flevoland. Ja. En als ik dit nu hoor en ik denk van, ik doe dit nog niet en ik wil ook bloed doneren, hoe lang duurt het voordat ik dan ook in dat circuit terechtkom? Ja, daar hebben we voor de zomer waarschijnlijk, misschien net. Maar het is, je meldt je aan op sanquin.nl en dan kom je er eerst door een soort vragenlijst. Dan mag je, nodigen we je uit om een keer op een vestiging te komen voor een klein beetje bloed afnemen. Dat wordt helemaal getest. En als dat dan goed bevonden is, dan kun je je eerste oproep verwachten. Oké. Durf jij dat, Rob? Tuurlijk durf ik dat. Oké. Hoor je dat, Marloes? Rob die durft, dus daar heb je er eentje bij. Nou, ik zie hem wel verschijnen. Ja, moet je even zijn arm zien of hij makkelijk te prikken aderen heeft? Ja, dat lukt allemaal. Ik zie ze liggen. Oké, Marloes Metaal van Sanquin, dankjewel.